zetten we Rico van Ee aan de leiding voor Mario Baart. En op de problemen voor Rico van Ee. Dat betekent dat we Mario Baart gaan zien punten pakken nu. Mario Baart met die Jens van Mol. Nog als enigste overblijvende van de drie. We hopen natuurlijk dat hij de wagen weer start krijgt tegen de tweede marge in de finale straks. Dat we toch weer een mooie stand gaan zien in die categorie van die verlaagde gamers. Dat betekent dat we nog één overblijvende hebben die we over de Jacobslijn gaan krijgen. En dat gaat de gele wagen zijn van Mario Baart. En hier overwinning van Mario Baart. Thank you.
zal je over uur denken voor de 553. Yeah.